Dit is de video review van Illumsoft e-wallet Professional. De HTC Touch HD. Met geïnstalleerd een licentie van het programma. Wat je nu ziet direct bij het openen is dat je direct om een wachtwoord wordt gevraagd omdat ik dat wachtwoord heb ingesteld. Nou, dat wachtwoord vul je in. Numerieke toetsenbord, en mocht je een wachtwoord hebben gekozen met letters erbij, dan kun je die via het toetsenbord zo invullen. En daar opent e-wallet zich. Nou, wat is e-wallet? E-wallet is heel simpel gezegd een database applicatie, vrij in te richten met hoofdcategorieën en daaronder dan verschillende kaarten. En het allerbelangrijkste is dat dat database verhaal te beveiligen valt. Dus dat maakt e-wallet uitermate geschikt voor een één centrale plek voor al die, noem het maar, gevoelige gegevens als wachtwoorden of creditcardgegevens, softwarelicentiesleutels, e-mailaccountgegevens, nou verzin het maar, alles wat dus beter niet in de verkeerde handen kan vallen, kun je in e-wallet stoppen. En het zaakje is beveiligd met eigenlijk maar één wachtwoord, dus met andere woorden, een vrij in te vullen databaseomgeving, beveiligd met één wachtwoord waar al die belangrijke gegevens in staan. Dus maar één wachtwoord te onthouden. Nou, vroeger had ik altijd een Symbian gestuurd toestel met een programma dat heette dan Handy Safe van Epochware was dat. En ja, daar was ik eigenlijk wel erg aan gehecht. Dus met de overstap naar Windows Mobile van eigenlijk een hele poos geleden, was ik direct op zoek naar een vervanger voor Windows Mobile die dat programma kon vervangen. Epochware's Handy Safe. Nou goed, dat vond ik al heel snel in de vorm van deze e-wallet die ondertussen ook al meerdere versies heeft gekend. Nou, ik zal jullie even laten zien wat de e-wallet verder allemaal heeft. Dit scherm heeft dan op dit moment, nu voor deze review, even vier hoofdcategorieën. Dus je het kan lezen: bankrekening, creditcards, software en wachtwoorden. Nou, op het moment dat je dan zegt, wij openen software, dan heb je daar nu één kaartje in staan, Windows XP. En op de kaart zie je dan de licentiesleutel. Dus dat voer je eenmalig in. En je hebt direct overal en altijd die licentiesleutels op zak. Ga je terug naar het hoofdscherm. Nog een keer terug. Ik heb hier eentje gemaakt. Wachtwoorden. Met dan een computerlogin. En dan zie je dus op die kaart zie je computerlogin. De gebruikersnaam. En het wachtwoord is dan nog verborgen. Die komt dan tevoorschijn op het moment dat ik op de showknop druk. En dat hebben ze er dan ingemaakt. Zeg maar voor pottenkijkers, op het moment dat er iemand achter je staat en die tuurt mee, dat hij niet direct je wachtwoord kunt zien. Dus dan kan je even op show drukken en daar komt het wachtwoord dan tevoorschijn. En druk je op hide, dan is hij weer weg. Terug. Vervolgens kun je kijken bij credit cards, kopje Mastercard. Nou, daar zie je dus ook een mooi icoontje. Het programma heeft voor alle bekende creditcardmaatschappijen een bijpassend icoontje gemaakt. Waar je dan vervolgens je creditcardnummer ziet, de vervaldatum en op welke naam hij staat. En ook die pin is weer niet direct zichtbaar, mocht er iemand toevallig met je meekijken. Alleen als je op show drukt, komt hij tevoorschijn. En met hide gaat hij weer weg. E-wallet is, zoals gezegd, een helemaal vrij in te vullen databaseomgeving. Op het moment dat je zegt, je wilt hem gaan inrichten, want je begint natuurlijk met een hele lege. Dan kun je dus in het menu optie nieuw zeggen. Maak je dan een categorie aan, of een kaart, of een subcategorie. Nou, die categorie is dan bijvoorbeeld creditcards. En die kaart is dus, even terug, die Mastercard in die creditcards categorie. Dus als we nu zeggen, ik wil een nieuwe categorie maken, dan krijg je een heel lijstje met geschikte categorietype die je kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld identificatie of informatiekaarten, internetkaarten, wachtwoordkaarten, reisgegevens, bankrekeninggegevens, autogegevens, nou noem het allemaal maar op.
Stel dat we dan nu zeggen, we willen identification cards hebben. En we geven het een naam en we noemen het gewoon op zijn Nederlands identificatie. Dan kun je kiezen voor het kaarttype. Dus wat voor soort identificatie wil je het dan over gaan hebben. Zoals security, oftewel SOFI-nummer gegevens of gewoon een paspoort. Nou, ik zeg dan nu bijvoorbeeld paspoort. Dan kan je daarvoor nog een mooi icoontje kiezen. Nou, een hele riedel aan icoontjes. En dan zit er toevallig een mooi paspoort icoontje bij. Hier zo. Paspoort. En dan klik je op done. En dan zie je dus dat je identificatie hoofdcategorie is aangemaakt. En als je die aanraakt, kun je daaronder dan vervolgens verschillende kaarten gaan aanmaken. Waar je opgeeft new card. En dan zeg je dus paspoort info, zoals die al suggereert. Die kies je. En vervolgens kun je gaan invullen. Dus dan toets je bijvoorbeeld in bij het type. Gewoon heel simpel. Paspoort. En dan paspoortnummer. Zetten we er even 5. 6, 7 neer. Nou goed, dan kun je dus je naam. En je geslacht. En de gegeven namen, geboortedatum. Nou, de hele mikmak. Nationaliteit. Uitgiftedatum, of afgiftedatum moet ik zeggen. Zo, dan. Dan moet je de kaart een naam geven. Die noem je dan gewoon. Mijn paspoort. Dan. En daar staat hij. Hier zie je dus al die gegevens die zojuist opgegeven. Terug. In die zojuist aangemaakte categorie.